Mark Zeveke heeft de zilveren Waalbrugspeld mogen ontvangen voor zijn inzet voor meerdere Nijmeegse organisaties. Jarenlang heeft Zeveke zich ingezet als lid of als voorzitter van een bestuur bij onder andere voetbalclub Union, maar ook was hij geruime tijd bestuursvoorzitter van de lokale omroep N1, de voorganger van RN7. Tot het laatste moment bleef de Speld een grote verrassing. Na maandenlange voorbereiding was het zover. Mark Zeveke heeft de zilveren Waalbrugspeld ontvangen voor zijn talloze inzet als bestuurslid. De partner van Mark heeft alles in het diepste geheim geregeld, zodat het een verrassing bleef. Toen de ceremoniemeester zei, en wie kan dat beter dan, om iets over mij te vertellen, dan denk ik, ja, ze hebben wat geflikt. Dit moet de burgemeester zijn. En die was het dus ook. Maar ik ben flabbergasted. Ik heb een behoorlijk netwerk. Iedereen loopt altijd tegen mij, maar hier wist ik dus niks van. Zo verrast. Ik ben heel blij dat de geheimhouding nu weg is, want ik heb alles in het geniep moeten doen. Af en toe zat ik met de gemeente te bellen terwijl ik in de inloopkledingkast stond, weet je, om te zorgen dat Mark het maar niet hoorde. En ik ben heel blij dat echt niemand iets heeft laten vallen en dat het echt een complete verrassing voor me was. Geweldig. Mark heeft in de loop der jaren veel uren gestoken in verschillende organisaties, zowel betaald als vrijwillig. Hij staat dan ook bekend als betrouwbaar, verbindend en vooral een man die altijd klaar staat om te helpen. En die heeft zoveel betekend voor de gemeente Nijmegen, voor de voetbalclub Union, maar ook voor de omroep waaronder RN7 uit voortgekomen. Maar hij is bijvoorbeeld ook jarenlang voorzitter geweest van de cliëntenraad van mensen die een uitkering hebben op grond van de participatiewet. Heel betrouwbaar, altijd bereid tot praten, altijd nooit hard in zijn woorden, maar ja, gewoon een heel amabel mens en dat doet hij, is hij privé. Maar zeker bestuurlijk ook. En stiekem hoopte Mark al dat hij ooit de zilveren Waalbrugspeld zou mogen ontvangen. En toen dacht ik wel eens, dan lees je in de krant dat iemand dan zo'n speldje krijgt. En dan dacht ik wel eens, nou. Mij zou het ook niet meer staan. Maar nooit aan gedacht dat het zou gebeuren. Dus er ging van alles door me heen en ik ben er heel blij mee. En trots op. Ja, ik en de kinderen zeiden, hij gaat je huilen. En ja hoor, hij zag de burgemeester binnenlopen. En dan, toen wist hij het al, want hij wilde zilverwaalspeld al heel erg lang, zou hij willen. En hij schoot meteen vol, dus bekende reactie. Maar hij vindt het geweldig. En het deed hem ook oprecht, want dat kon je zien en dat zei hij ook. En ja, dat is eigenlijk dan ook mooi. Dan weet je dat zo'n onderscheiding ook echt op de goede borst terecht is gekomen.